Ron Bossard was op zondag 18 maart te gast bij Hof van Hollands op Saan Radio. De Nederlandse televisiepresentator, stemacteur, tekstschrijver en zanger nam 5 Nederlandstalige keuzeplaatjes mee, waarvan hij ze alle 5 zelf heeft geschreven. Ja, zomer hier in het programma Hof van Hollands bij Saan Radio. En hij zit tegenover ons. Het zonnetje is binnen, hoor, mensen. Het zonnetje is binnengekomen. Ja. Al hadden we het net wel eventjes over de winter en over de kou buiten, maar afschuwelijk, hè? Ja. Is het lekker. Hier het is hier lekker warm, mensen, ja. Ron, je bent hier natuurlijk voor je 5 keuzeplaatsen. Je hebt 5 keuzeplaatsen heb je meegenomen. Ik heb 5 nummers meegenomen. Die heb ik allemaal zelf geschreven. Dus wat jij zei, ja, moet er even iets over zeggen ook, als dat kan. Dus ik heb heel graag 5 nummers en daar kan ik hopelijk ook wel iets over zeggen. Ik wil heel erg graag eerst weten, hoe ben jij ooit met tv begonnen? Dat is lang geleden, maar ik wilde altijd heel graag bij de televisie. Waarom? Omdat wij thuis altijd heel vaak naar tv keken. Ik zat altijd met mijn broertje op de bank naar Mies Bouwman. Tot die tijd al. En Ron Brandstede te kijken. En van die fantastische programma's. En dat wilden we ook, weet je. Mensen amuseren, mensen blij maken, shows doen en dergelijke. Maar mijn broertje was me voor. Dat was even jammer. Die is 6 jaar jonger als ik, maar die was me voor. Dus toen ik dan auditie deed, was hij, ja, er is al een Bossard. Dus ik heb eerst nog 10 jaar in de verpleging gezeten. Dus ik heb daar nog gewerkt met dementen, met geografie. God, hoe heette dat nou? Kom maar even, ik ben heel moe, mensen, sorry. Psychogeografie en godsamme, wat erg. Nou ja, in ieder geval, met demente mensen. En 8 jaar lang, toen ben ik naar de psychiater gegaan, de psychiatrie. En toen daarna ben ik naar de revalidatie gegaan. Dus ik heb 10 jaar in de verpleging gezeten. En daarna ben ik wat cabaret gaan doen. Ja, wat cabaret. Ik heb ook ingeschreven bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ik wilde heel graag ook iets proberen om dat te doen. En ik heb een tijdje in een theaterrestaurant gewerkt. En daar kwam ooit iemand langs van de Tros. Lang verhaal dus, maar daar kwam het op neer. En die zag mij en die zei, ik heb een programma liggen. Dat wil Ben van den Burg niet doen. Dan schaatsen. Zou jij dat willen doen? En toen zeg ik, nou, best. En mijn eerste programma op televisie was Match and Win. Dat was een programma waarbij ik de straat op ging op zoek naar mensen die het leuk vinden om elkaar om mee te doen. En dan ging met 1 een winkel binnen. Die mocht dan iets uitzoeken. En als de ander dan los van de eerste hetzelfde kon aanwijzen, dan mochten ze het houden. Dan betaalde ik het. Dat heette Match and Win. En dat was in 1996. Claudia is het volgens mij het 3e nummer dat erop staat. Die heb ik ooit geschreven. En dat komt is een nummer uit de verpleging. Ja, eigenlijk. Ik geef hier iets weg, maar daar gaat het eigenlijk wel om. Dus staat die klaar? Laten we de nummer 3, laten we er maar gewoon eens naar luisteren. Claudia, ik heb het geschreven en het wordt gezongen door Wilke Alberti. Wilke Alberti, dat heb ik inderdaad op je website. Ja, en het mooiste is, ik heb ooit een keer dat nummer voor haar gezongen en toen ging ze huilen. Toen dacht ik, nou, zo slecht is het toch niet. Toen zei ze, nee, ik zou het best op een LP willen zetten. En dat heb ze gedaan, Claudia. Ik weet dat zij niet beter weet. Maar dan denk ik, nou ja, dat is typisch Claudia. Vond het volgende keuzeplaatje wat je hebt uitgekozen? Ja, Ton van de Wielen, Amsterdam liedje. Nummer 1 is dat op mijn cd'tje. Ja, ik heb een cd'tje meegenomen, gezellig. Dus ook zelf geschreven en dat het is wel grappig, het gaat over een man van 52 jaar die wat Amsterdamse muziek hoort en denkt bij zichzelf, waar is het gebleven? En dat heb ik geschreven toen ik, denk ik, jaar of nou, het zal zijn 30 was of zo. Kijk. En ik dacht, als je 50 bent, ben je heel oud. Ja. En dat is eigenlijk niet zo, mensen. Nee. Dat is eigenlijk niet zo. Amsterdamse liedje van Ton van de Wielen. We gaan naar luisteren. Zo'n Amsterdamse liedje, want de mens gaan genieten. Nu even terug in de sfeer. Wij doen genoeg ronden vanavond. Ik dacht toch dat je iets wou weten over mijn broer. Maar hebben we het al gehad? Ja, dat wel hebben we al gehad. Ja, we hebben het al gehad. Dat ik daar, natuurlijk. Maakt me helemaal niks uit natuurlijk. Want je bent er vanavond te gast hier in het programma. Ja, nou nee, ik wou er nog even iets over zeggen. Is dat ik, omdat ik, hij werd 45, toen heb ik een nummer over hem geschreven. Of voor hem geschreven. Ja, dat was het. Kijk, je kunt wel tegen iemand zeggen dat je van hem houdt. En dat doe ik echt. Ik hou heel veel van mijn broertje. Maar ik heb het in een lied gedaan. Ik heb een nummer voor hem geschreven. En die heb ik laten inzingen door Clarence Crees. Clarence Crees, ja, dat heb ik gelezen inderdaad. Ja, gaan we daar nu even naar luisteren? Ja, natuurlijk. Nou, speciaal voor hem.
Toen hij dus 45 werd. En een liedje dat ik voor hem geschreven om te vertellen hoe ver ik van hem hing. Heb ik jou ooit? Nee, ik heb nooit gezegd ik hou van jou. Toen heb ik ook een nummer geschreven voor een, vind ik weer mooi, voor een meisje die hem af moest studeren. Dat doe ik ook af en toe, dan moeten ze afstuderen. En dan vraagt iemand, wil je een nummer voor me schrijven? Dat heb ik laatst gedaan voor Annemiek van Dam. Die zit nu in het buitenland, doet hele grote musicals. En voor haar heb ik het nummer geschreven. En dat heet Geluk. Geluk. En dat vind ik wel weer een lekker nummer om naar te luisteren. Misschien moet ik dat even doen. Gewoon even naar dat nummer luisteren. Nou, gaan we doen. Geluk. Want het als je de zon hebt zien schijnen, dan vrees je voor de regen en de kou. Hey Ron, we gaan eventjes door met het volgende keuzeplaatje, K3. Ja. Nou, K3, ja. Ik heb een hele lange tijd met K3 gewerkt. En ik stond ook in het zomerfestival. En ja, er kwam altijd Kabouter Plop en Betsy en al die. En ook K3 was er ook. En een prachtige show. En ik reed daarheen en vlak voordat ik daarheen reed, zei mijn zoon, die was toen een jaar of zes nog, denk dat ik met K3 ga trouwen. Oh. En toen dacht ik bij mezelf, dat vind ik zo goed gegeven. En terwijl ik dacht, oh, dat is een leuk idee, stapte ik in de auto, deed de radio aan en hoorde When a Man Loves a Woman. Ja. En toen dacht ik, nou, daar ga ik iets van maken. Dus ik heb op de weg van, ik woonde toen in Schagen, op de weg van Schagen naar Rotterdam, want daar zou ik een voorstelling doen. Mm-hmm. Heb ik dit nummer geschreven. Maar zegt die pap als ik ooit nog eens zal trouwen. Niet dat ik van een ander zou kunnen houden. Maar dan moet ze er wel uitzien als die meisjes van K3. Hey Ron, wat betreft de tijd, als ik zo kijk, heb jij zelf nog wat hier aan toe te voegen? Nog wat, nou, ik wou alleen even zeggen dat ik het ongelooflijk leuk vond hier. En ik ben heerlijk, ook daar, je ziet het niet, maar ik heb wel daar dan. Maar ik heb heerlijk gegeten met chips en ik vond die heel gezellig. Ik vind het heel professioneel allemaal. Maar goed, ik wou je heel erg bedanken. Graag gedaan. En ik ga nog vaker naar jullie luisteren, want ik vind het heel gezellig.